Hoi, mijn naam is Oscar en de aankomende weken ga ik jullie voorzien van de allerleukste en handigste klustips voor in en om het huis. Je moet dan denken aan het aanbrengen van nieuwe kitnaden in de keuken, het correct lijmen van je behang of het afdichten van je dakdoorvoer. Hey, jij bent Oscar. Ja, klopt. Ik kom ons roepen. Nou, dat hoor ik graag. Mag ik binnenkomen? Ja. Nou, Nathalie, jij hebt een probleem. Ik woon best wel in een heel oud huis. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat we schimmel in de badkamer hebben. Drink jij een lekker bakje koffie, ik ga aan de slag en dan roep ik je er zo bij. Oké, okay, is goed. Oké. Nou ja, ik zie de problemen gelijk al zitten. Ik zie hier in de voeg zit schimmel natuurlijk. Ik zie daar bovenin wat, dus ik zal een trappetje nodig hebben voor dat hogere gedeelte. En dan ga ik lekker aan de slag. Nou, ze zal thuis wel boos worden, maar ik neem die handschoenen echt mee. Ik ga de Bison schimmelvreter gebruiken. Die ga je vanaf een hele kleine afstand inspuiten op je voegen en op de wand of het plafond. Als je voegen na 10 minuten nou nog niet helemaal schoon zijn, dan kan je het nog een keertje doen. Probeer altijd te voorkomen dat je boven je hoogte werkt. Dus dat je niet zo gaat spuiten, want anders kan het in je ogen komen. Nou, je ziet al dat het gaat werken. We hebben alles ingespoten, maar we zullen nu 10 minuten moeten wachten. Dus ik zeg tijd voor koffie. Nathalie! Ja? Lekker bakkie. Nou, we hebben dus die 10 minuten gewacht en nu heb ik hem met een vochtige spons nagelopen. We wachten nu nog eventjes totdat de wand weer helemaal droog is en dan kan ik hem nog gaan insprayen met een protector. Nathalie? Ja? Ik ben klaar. Wow, wat een verschil. Misschien is het een idee om het in het vervolg iets beter bij te houden. Oké, zal ik doen. Nou, deze klus zit erop. Heb jij nou ook een klusprobleem en wil je daar mijn hulp bij hebben? Neem dan eventjes een kijkje op onze website en misschien ben ik volgende keer bij jou in de buurt. Doei!